Welkom bij een nieuwe aflevering van Sranang Tori. In deze aflevering praten we met de directeur van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij, de heer Clifton Linga. Bewoners in verschillende buurten ervaren al geruime tijd problemen met water en wijzen met de beschuldigende vinger naar de SWM. De klachten komen voornamelijk van Surinamers die wonen in Groot-Paramaribo, Albina en Kamerwijnen. Ze melden een te lage waterdruk of krijgen helemaal geen water uit de kraan. Daarbovenop krijgen ze aan het eind van de maand een hoge rekening, terwijl de dienstverlening te wensen overlaat. Meneer Linga, welkom in het programma. Ja. Wat is de oorzaak van de lage waterdruk of de klacht dat er dus helemaal geen water uit de kraan komt in een aantal buurten? Wat ik kan zeggen als we helemaal vanaf het begin beginnen. En vanaf 2016 hebben we verschillende gebieden voorzien, althans. En vanuit de regering van die er was, hebben we bepaalde gebieden voorzien van drinkwater. En we hebben gemerkt in de periode 2016 richting 2017 dat de verhouding tussen de aantal aansluitingen en de productie, onze productie niet meer match. We hadden toen een productie van 550 kub per uur. 5500 kub per uur tegenover 53.000 aansluitingen. In 2016 zijn we geklommen naar 100 zoveel duizend aansluitingen. Daarbij hebben we geconstateerd dat op diverse gebieden de druk behoorlijk is weggezakt. En uiteindelijk is er dan toe besloten met de aandeelhouder een aantal investeringen te plegen. De organisatie is doorlicht door een consultant, Castalia, dat vanuit de overheid werd dat gedaan. En uiteindelijk zijn er een aantal gebieden geïdentificeerd waar we aan verbetering moesten brengen. Waarbij je verbetering moest brengen. En er is financiering toegang. Men heeft financiering gezocht dan bij IDB, AFD en CDB. Dat van IDB die loopt nu. Dat is meer bedoeld om de productiecapaciteit van Helena Christina te verhogen met ongeveer 300 kub per uur. En dat water gaat dan richting Houttuin, Vredenburg, gebied en omgeving. En dat project loopt tot 2028. In dat programma zit er ook een institutionele versterking in. Het aanpakken van runneren van nieuw water, dat staat ervoor. Dat water dat je hebt gedistribueerd, jij krijgt je geld ervoor terug. Het kan zijn onnauwkeurige registratie, lekverliezen, waterdiefstal, illegale aansluitingen. Dus dat houdt dat in. En ook het vervangen van asbestcementbuizen. We praten over zeker 400 kilometer asbestcementbuizen die we hebben. Die we hebben in het net. Paramaribo en Nikeri. Paramaribo zit er zeker meer dan 390 kilometer die we vervangen moeten worden. Er is ook een financiering gezocht bij CDB, dus die van IDB die loopt al. CDB en CDB was meer bedoeld om een grote productiestation te bouwen op Henaar, om de watervoorziening in Nikeri te verbeteren, omdat er daar twee soorten dingen gebeuren. Misschien een aantal jaren terug, dus twee jaren terug zou je hebben gemerkt dat de mensen van Groot Henaar en omgeving geen water uit de kraan kregen, omdat die bronnen die we daar hadden collapsen. En sinds toen, 2017, hebben we dat geconstateerd. Veel eerder hebben we geconstateerd dat er investering moet worden gepleegd om dat station te vervangen. Maar meer nog, de dreiging die we hebben tegen verzilting, en dat is chloride gehalt in het water, dat is zout. En dat we die twee stations van ons, Nieuw Nikeri en Sidorejo, dat water zouden gaan mixen, zodat die chloride gehalt in het water wordt verminderd. Dat houdt dan dat van CDB in. En ook een deel van CDB was ook het aanpakken van non-revenue water. Van AFD, die hield in
het bouwen van een nieuw station op Mungo. En dat station zou dan ervoor zorgen dat de watervoorziening in heel Mungo verbeterd zou worden. En ook een leiding zou worden aangelegd vanuit een kruising en een Mungo daar, richting Patamaka tot het laatste dorp of Yaolo, dat die mensen van water zouden worden voorzien. En in de tweede fase zou er dan een leiding getrokken worden richting Albina, om daar de waterdruk te verbeteren, dat die mensen van weg naar Papatam. Maar die zijn al, dat is al aangelegd, die mensen van weg naar Papatam, dat die mensen dan voor eenmaal 24 uur water zouden beschikken. En het andere deel van AFD was meer bedoeld om de productiecapaciteit van Fahatteweg en te verhogen met het dubbele, nog een extra 1000 kub. En dat water was bedoeld om Groot Paramaribo van extra water te voorzien en ook het district Para. Maar uiteindelijk, die voorbereidingen waren gedaan. Je hebt COVID gehad en dat was alles gestopt. Deze regering is gekomen, zijn ze dan weer begonnen om al die dingen op te starten, maar je weet dat alleen het IDB-project, die is nu gaande. Al die andere projecten, die lopen nog niet, omdat die financiering voor die projecten, zoals ik zei, AFD, CDB, ze zijn nog niet opgestart. In 2020 hebben we geconstateerd een ander probleem dat we hadden, behalve dat van dat je de productiecapaciteit moest verhogen, hebben we gezien dat die koers omhoog ging. Waardoor je als organisatie niet meer kon voldoen aan een aantal dingen. Dus we hebben gesproken met de overheid om de tarieven aan te passen. Uiteindelijk is er een aanpassing gebracht van 18 SRD 47 cent. En ze hebben gevraagd dat we dat gefaseerd moeten doorvoeren. We zaten bij 3 SRD en in 4 tot 6 termijnen we dan met 3 SRD moesten verhogen. En dat is eventjes maar gedaan, maar dat verschil dat we aan de andere kant moesten krijgen, dat verschil 18 SRD min 3 SRD, zoveel, dat verschil moest ergens vandaan komen. En vanuit de overheid kwam het niet. Dus uiteindelijk moesten we als organisatie gaan knippen hier en daar om te kijken hoe we de organisatie toch draaiende kunnen houden. Uiteindelijk hebben we dan in 2023 weer gesproken met de aandeelhouder. Toen was die koers al boven de 30. Hebben ze weer een nieuwe tarief goedgekeurd. Want we hebben de kostprijs berekend van 41 SRD 81 cent voor 1 kubieke meter water. Hebben ze een goedkeuring gegeven, maar we zaten pas bij de 9 SRD 60 cent voor 1 kub water. En toen is het besluit genomen dat de verhoging tot en met eind 26 moet gebeuren. Waarbij elke maand 1 SRD per kub op die rekeningen van die mensen wordt geplaatst totdat we het eindtarief hebben bereikt. Maar natuurlijk weet je dat het verschil dat er is, dat je toch een heel tekort hebt. Dat je dan toch moet gaan knippen hier en daar. En we hebben geprobeerd om de organisatie draaiende te houden, om hier en daar te knippen. De zaken die voor ons prioriteit genoot, zoals in het betalen van de mensen hun salarissen. Het zorgt ervoor dat je chemicaliën hebt om je watervoorziening te garanderen. En uiteindelijk kijk je dan naar de andere zaken die gedaan moeten worden. Vanuit de overheid hebben we ze aangegeven. Toen we geconstateerd hebben dat we nog meer complicaties hadden, omdat je dan niet kan onderhouden en geen vervangingsinvestering kan plegen, zagen we op diverse stations, productiestation, wanneer ik zeg station, is een productiestation, dat de drukken behoorlijk, de begindrukken behoorlijk begonnen weg te zakken. Ik heb met de verschillende, met het totale management gesproken en we hebben dan uiteindelijk alles in kaart gebracht, waarbij we gezien dat de performance van de werktuigen, daar praten we in dit geval, distributie- en transportpompen, behoorlijk aan het afnemen waren, waar je een druk had bijvoorbeeld van 18 MWK, dat wanneer je begint druk ongeveer, wanneer je gaat meten, dat het water ongeveer 18 meter gaat spuiten, liggen we bij
6 MWK. U moet begrijpen dat wanneer je dat hebt, dat je helemaal aan het einde een lagere druk hebt. We hebben gesproken met de aandeelhouder dat, luister nou aandeelhouder, je geeft ons geen subsidie. Maar je moet wel inkomen omdat we 80% van dat water dat we distribueren ver onder de kostprijs verkopen. En we kunnen een aantal dingen niet doen. Uiteindelijk hebben we dan een calculatie gemaakt voor ze. We kwamen op iets van 16 miljoen euro. De raad van commissaris heeft gezegd, luister, nog zaken die je nog kan rekken, probeer om die te rekken. En we geknipt totdat we een bedrag hebben bereikt van 6,9 miljoen euro. Dat kwam op die 7 miljoen US dollar die de aandeelhouder heeft toegezegd aan SWM om de vervangingsinvestering te plegen. We hebben gezien dat dat uitbleef. Ben ik persoonlijk gegaan naar Europa om te praten met de verschillende partnersbedrijven die we al jaren meewerken. Praat over Vitens Evides International, dat is VEI, is een organisatie waarbij 7 waterleidingbedrijven zijn aangesloten. We praten over Waterresultaat, we praten over Wereldwaternet voor die ondersteuning. En die zijn dan ingekomen om ons die ondersteuning te geven waarbij ze materialen hebben gegeven, pompen en dat soort dingen, dat zijn Waterresultaat, waardoor we op bepaalde gebieden al beginnen te werken om de watervoorziening te verbeteren. En wat een Wereldwaternet die ondersteunt ons dat met eigen middelen om te werken aan risicomanagement, asset management en het maken van een leveringsplan. Heel binnenkort komen ze weer en dan pakken we dan Komowene aan. Bepaalde van die gebieden zijn wel bezig. Komowene, heb je 2 dingen die gebeuren. Je hebt dat toen ze de Suriname rivier, want we halen dat water van Komowene uit de Suriname rivier, daar doen we al oppervlaktewaterzuivering. En toen ze de Suriname rivier hebben gemakkerd, hebben we geconstateerd dat er 2 dingen gebeuren daar. 1, tijdens de droge tijd wordt dat water heel zout, waardoor je veel meer chemicaliën moet gebruiken om dat water tot drinkwater te zuiveren. En soms is het eigenlijk een experiment van de procestechnoloog om dat te doen, omdat het niet meer matcht met die verhouding die dat station had, waardoor soms de mensen een beetje chloor in het water gaan proeven of misschien zout in het water gaan proeven, maar dat heeft meer te maken met de zoutgehalte in het water, dat is ook chloor. En in de droge tijd, in de regentijd, heb je dat water behoorlijk vuil wordt, waardoor je ook meer chemicaliën moet gebruiken om dat water te zuiveren tot drinkwater. Je hebt een heel groot gebied in Komowene die nog moet worden voorzien. Dat zijn die Voorsteimer, daar praten we over dat heel gebied, Alkmaar en omgeving. Rechteroever Komowene, rivier, al die mensen moeten nog voorzien worden van drinkwater. Want zij moeten gewoon water kopen. Bepaalde van ze wordt er water geleverd vanuit NH met de water terug. Maar daar moet er dan een investering gepleegd worden dat die mensen dan kunnen worden voorzien van drinkwater. Al deze dingen die ik zeg, die liggen in plannen. En begrotingen zijn gemaakt. Uitvoeringsplannen zijn gemaakt en die liggen bij de overheid. En er is ook al reeds een missieve uitgekomen om die gebieden te voorzien, maar natuurlijk blijft de uitbetaling daarvan nog uit. Rechteroever Komowene, daar is er een onderzoek gedaan door een consultant, dus dit vanuit AFD, BRLI, die er een heel rapport ervan staat hoe we Rechteroever moeten voorzien van drinkwater. Dat er standalone en drie standalone en een productiestation moeten komen waarbij het rivierwater wordt gezuiverd tot drinkwater. Maar vanuit SWM zelf hebben we ook zelf gekeken welke andere mogelijkheden zijn er om dat goedkoper te doen. Dat hebben we gepresenteerd aan de overheid om dat water vanuit de linker en de linker naar Rechteroever te brengen. En die hebben ze ook die goedkeuring gegeven. En natuurlijk wanneer die middelen vrijkomen, dat we die gebieden volledig kunnen voorzien van drinkwater. Zoals ik eerder zei, we zijn bezig op Vredenburg, serie B.
Daar zijn we bezig een booster te bouwen. En dat is ook met behulp van partners. Die opslag is al helemaal rond. Nu zijn we bezig met het pompgedeelte en het elektrisch gedeelte. Wanneer dat rond is, dit jaar nog, gaan we dan de testen beginnen te draaien. En de watervoorziening in Vredenburg, Houtuin en omgeving wordt volledig verholpen. Ten aanzien van Charlesburg en omgeving, daar zijn we bezig met de mannen van Water is All World. Dat we de pompen van Leiden 9A, want daar wordt voorzien voornamelijk door het station van Leiden 9A vanuit Quattaweg richting hier. En die ondersteuning wordt gegeven door station Blokgrond en William Kraanplein. Maar het grootste deel van het water komt vanuit Leiden 9A. Daar zijn we bezig al om te kijken om die pompen die we hebben gehad, als die gaan passen daar, om dat water te transporteren richting Paramaribo. Omdat die pompen die we nu daar hebben geïnstalleerd, die we eerder hebben gehad, van hun die pompen klein zijn. En die pompen die eerder waren, die dat water distribueren, die zijn helemaal op, om zo te zeggen. Je hebt ook een para, waar de mensen klagen van lage drukken. We praten over Witsanti. De mensen van Hollandse Kramp die kregen helemaal geen water, maar dat heeft meer te maken met de uitbreiding die is gekomen in Para zelf. Bepaalde gebieden van Para, dat we meer gebieden hebben aangesloten en die druk is weggezakt. En we zijn reeds bezig met partners, met behulp van partners, materialen die we hebben gehad om bronnen te boren op Republiek. We hebben reeds één bron geboren, maar we moeten nog zeker 7 bronnen in inslaan om dat extra water dat we daaruit halen, om die gebieden volledig te kunnen voorzien van drinkwater. U had het eerder over Albina. Albina hebben we vorig jaar een drietal bronnen geboord. En er is voldoende water in Albina om heel Albina te voorzien tot en met Adjuma Kondre. Maar het probleem dat we daar hadden is dat we niet voldoende stroom hadden om daar te voorzien. En van tijd tot tijd had je heel veel stroomonderbreking, maar dat probleem is al verholpen door IBS. Intussen hebben we ook al een noodstroomgenerator geplaatst daar en ook gewerkt aan het station. En een maand terug hebben we testen gedaan op Adjuma Kondre en de mensen tot Adjuma Kondre worden al voorzien van voldoende water. We zijn bezig dat verder te verbeteren om te werken aan een station. Dat is een tussenstation op Alfonsdorp. En wanneer dat is afgerond, dan denk ik dat de watervoorziening van daaruit helemaal wordt opgelost. In Mungo zelf hebben we lastelijk 3 bronnen bijgeboord op Wonoregio. Want daar hadden de mensen last van lage drukken. En die bronnen zorgen ervoor dat we nu van naar 70 kub zijn gegaan en het water is voldoende. De enige complicaties die we nog hebben, dat zijn de asbestcementbuizen die we moeten vervangen. Want dat legt een behoorlijke druk op ons als organisatie, omdat je heel veel lekverliezen daardoor krijgt en drukverliezen. En dat van asbestcementbuizen vervangen, dat is niet iets makkelijk. De laatste calculatie die we hadden gemaakt praat over iets van bijkans 120 miljoen euro dat je nodig hebt om dat alles te vervangen. Wat doet SWM om deze klachten, dus over de sterke geur, aan te pakken? Het is niet schadelijk. Wat wij doen als organisatie, we werken met de WHO-normen voor drinkwater. Dat zijn de richtlijnen die wij hanteren als organisatie. En alles wat er voorkomt in het water wordt gemeten dat het onder die norm ligt. Wat je hebt is dat 1. Wanneer je dat water distribueert, doordat je eigenlijk zout hebt in het water, dat is chloride, dat je een aanslag hebt in je buis. Wanneer je het verpompt. En niet aanslag alleen van chloride, maar ook van ijzer. En dat moet je van tijd tot tijd gaan onderhouden.
Maar natuurlijk, wanneer je langer blijft om te onderhouden en je hebt bijvoorbeeld een drukverschil, bijvoorbeeld stroomonderbreking of misschien onderhoud op een station en je moet weer inkomen, dan heb je dan drukverschillen en dan raakt dat los. En dan kan het zijn dat mensen dan chloor, een beetje chloor ruiken in het water of misschien bruin water uit de kraan krijgen. Dat is ijzer, als je het aanraakt, gaat u ruiken, dan ruikt het als roest. Maar dat laat je dan die kraan gewoon even stromen en dan komt het weer schoon. En op gebieden waar we zien dat dat langer blijft, dan spoelen we die leiding door. We spuien het. Dat is hoe we het noemen met een speciale prop, dat je het schoonmaakt. En uiteindelijk gaat het lab ook komen meten wat de waarde is van het water. Zijn er specifieke maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren? SWM produceert drinkwater. En dat water dat we produceren voldoet aan de normen voor drinkwater. Dat water wordt dagelijks gemonitord op bacteriologie. En het wordt wekelijks of tweewekelijks gemonitord op chemisch. En wanneer het komt op waterkwaliteit, dat wij altijd ervoor zorgen dat onze water voldoet aan de normen die er zijn voor drinkwater, de WHO-normen. Wat je hebt is dat je als organisatie dat niet bij de hand hebt om wanneer er bijvoorbeeld iets gebeurt op het net, bijvoorbeeld een buisbreuk, dat mensen misschien dat er vuil komt in het water, dat heb je niet bij de hand en dat kan je ook niet monitoren. Wat er is, dat we er kleiner zijn dat wanneer aannemers gaan werken in het veld, dat het gewoonlijk zo is dat ze toezicht moeten vragen bij SWM, EBS, Telesuur, alvorens ze gaan graven. En een van de problemen die we de laatste tijd veel meer hebben, is dat aannemers werken en ze melden SWM niet. En plotseling krijgt het hele gebied geen water en je hoort misschien mensen bellen naar klantenservice of je hoort via een radio dat een bepaald gebied geen water heeft en je gaat onderzoeken en dan blijkt dat er een aannemer een buis heeft gebroken. Hoe verklaart u de hoge maandelijkse rekeningen die consumenten moeten betalen, terwijl ze dus niet de nodige verwachte diensten krijgen? Dus wat er is, die meter van ons, SWM en een factureer achteraf. Dus wat je verbruikt, daarvoor betaal je. Wanneer een klant een hoge rekening krijgt, kunnen er twee dingen gebeuren. De SWM registreert op bepaalde gebieden en het is normaal hoor, om één keer per jaar de meterstanden op te nemen. Want in Nederland, in Rotterdam, doen de waterleidingbedrijven dat ook. Andere landen doen ze het ook. Dat je maar één keer registreert en aan de hand van die klantse verbruik krijgt die klant een rekening. En wanneer SWM weer komt registreren en je blijkt dat je die klant misschien minder hebt laten betalen, dan wordt dat in rekening gebracht. Een ander ding dat ook speelt dat misschien mensen hoge rekeningen krijgen, is een onnauwkeurige registratie. En wanneer die klant zich aanmeldt bij SWM en SWM onderzoekt dat, dan wordt het dan gezuiverd. Een van de problemen die je ook hebt, is dat wanneer een aantal onbemeterde aansluitingen hebben. En daarvoor betalen de mensen gewoon een vast bedrag. En dat vast bedrag heeft te maken met het hoeveelheid kub dat SWM aanneemt dat de klant normaal zou gebruiken. Misschien een 16 kub of een 10 kub per maand. En dat wordt elke maand in rekening gebracht. Dat heeft wel een risico. Is dat wanneer de klant geen water krijgt, dat die klant wel een rekening wordt toegeschoven. Maar aan de andere kant, als de klant heel veel water gebruikt, dan is het een verlies voor SWM. Dus dat zijn de gevallen. Maar als een klant aangeeft dat ze hoge rekeningen krijgen, dan wordt het wel onderzocht. Maar het is niet zo dat de klant geen water krijgt en die gewoon een rekening betaalt en SWM benadeelt die klant. Die meter moet er zijn gedraaid. En het is ook een verantwoordelijkheid van de klant om die meterstand door te geven, zodat je geen complicaties krijgt. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Sranang Tori. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u een onderwerp dat u wilt belichten, kunt u gerust
een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Strand en Tori, snel, scherp, altijd bij de tijd.